Welkom. Vandaag gaan we de dynamo van de Ducato 230 2.5 TDI uit 1995 vervangen. In de vorige video's hebben we al laten zien, de dynamo doet het niet goed. Ik heb de koolborstel vervangen, dat hielp niet. Dan hebben we de regelaar, spanningsregelaar vervangen, dat hielp ook niet echt. Dus dan moet de dynamo vervangen worden. Hoe weet je of de dynamo stuk is? Meet de spanning van de accu, die moet 12,6, 12,8 volt hebben als de motor uit is. En als dat lager is, dan is misschien de accu niet goed opgeladen. En als hij dan start, dan moet die spanning boven de 14 volt uitkomen, of rond de 14, liever een beetje daarboven, 14,2, 14,5. Als dat niet het geval is, dan levert de dynamo niet genoeg stroom of niet genoeg spanning. Bij ons is dat net 14 volt, 13,99 op de dynamo gemeten, op de accu ietsjes minder. Dat kun je ook doen, eerst op de dynamo zelf meten en dan op de accu, dan weet je wat de spanningsverval is tussen accu en dynamo, dan weet je of er een probleem met de massa is. Maar dat is bij ons niet het geval, hij levert net geen 14 volt. En als je dan verbruikers inschakelt, licht, misschien een laadbooster, radio, alles aanzetten. Als wij rond de 50 ampère trekken, dan zakt de spanning naar 12,5 volt af. Dus de dynamo levert geen stroom. Dus dan moet die vervangen worden. We beginnen de batterij loshalen, startaccu loshalen. En dan, heel belangrijk vooral bij campers, meet of op de kabels van de accu geen spanning zit. Want vaak wordt er een zonnepaneel of zo, bij een camper dan, de startaccu ook geladen. Dus dan ontkoppel je wel eens de accu, maar dan zit er nog wel spanning op de kabels. Dat moet niet gebeuren, want dan kun je kortsluiting krijgen. Dus ontkoppelen en dan op de kabels meten. Dan gaan we de kabels loshalen van de dynamo. Voor de D-plus leiding hebben we in dit geval 8 mm nodig en voor de batterij plus 13 mm. We beginnen met de onderste schroef. Die moet losgehaald worden en dan aan de bovenkant de achterste schroef loshalen. En dan de voorste schroef. Daarmee ontspan je de riem. Als dat helemaal ontspannen is, kun je de riem eraf halen en de twee losgehaalde schroeven helemaal eruit draaien. En dan heb je de dynamo in je hand. Ja, die bout krijg ik er niet uit. Zij was helemaal los eigenlijk, maar één bout kreeg ik er niet uit. En blijkbaar is die afgebroken. Dus dat lukt mij nu zo niet, die eruit te halen. Maar van een buurman hier, die leeft in de camper en komt uit Evora. Die gaf ons een adres van een garage hier in de buurt, van een kennis van hem. En daar gaan we nu naartoe. Hopelijk kan hij ons helpen. Ja, hij lag eronder. Oh, en zag het gelijk dat het afgebroken is. Dus hij weet ervan. Hij weet hoe het moet. En nu zijn ze bezig.
Yes, yes, yes. Zo ziet een tevreden gezicht uit. De dynamo is vervangen. Het was 2 uur werk. Nou, helemaal goed. Lampje is uit, de accu wordt geladen. Heel goed. Het was bij een camping garage in de buurt van Evora. We zetten de link allemaal in de beschrijving onderin. Kijk maar. En die garage kunnen we echt aanbevelen. Hij zei gewoon, hij gaat het gelijk doen. Het is een noodgeval. Hij begreep het gewoon. We zijn onderweg. Dus dan schoof hij dat ertussen. En het is gemaakt. Die onderste schroef die moet eruit. Het moertje ging goed eraf. Maar ik kreeg hem er niet uit. Een klein bedrijfje. Mochten jullie ooit pech hebben in Evora met de camper. Ga daar naartoe. Google camperreparatie Evora. Of kijk in de infobox onderaan. Zetten we een linkje naar hem. Die heeft dat voor ons uitgebouwd. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat is zo vastgeroest hier binnen. Hij heeft het eraf gezaagd. Dat was niet anders eruit te krijgen. Nou, die schroef is afgebroken en vastgeroest. Dus die krijg je zo gewoon niet eruit. En ja, met zagen is het dan gelukt. En dan heeft hij een nieuwe ingebouwd. Die hebben we bij Diana Peschers in Evora nog gekocht. En ja, dan monteren als je een nieuwe schroef hebt, is niet zo heel moeilijk. Je zet die op de houder van de motorblok. Dan die schroef erin. En dan aan de bovenkant. Dus dan de riem erop. En dan aan de bovenkant die schroef erin. In dat blokje aan de achterkant. En dan met de riemspanner, zeg maar, schroef je dat zo ver dat die riem gespannen wordt. Let wel op dat de riem op alle poelies goed erop ligt. En niet schuin erop ligt. En het is makkelijker als je in de wielkast achterin, daar zit zo'n kunststof gedeelte, als je dat weghaalt, dan kom je er heel mooi bij de dynamo. Maar we hebben dat zo van achter geprobeerd, zou ook kunnen, maar anders is het makkelijker. En dan zo ver spannen dat je die riem net zo'n centimeter, misschien 15 mm kunt induwen, maar niet meer. En dan is dat goed gespannen. Hoe weet ik dat allemaal? Wij hebben een Duits boek, Sowjet gemacht, van Etzold. Dat is een soort handleiding voor de Fiat Ducato. Mocht je een beetje Duits kunnen verstaan, kijk maar in de infobox. Dat is echt een boek, daar wordt alles van de motor en van wielagers, remmen, van alles wordt er beschreven hoe dat gerepareerd wordt. Dus dat is wel een aanrader. Ja, en nu kunnen we verder. Het is nu een beetje duidelijk, dus ik laat nog heel even zien hoe je zo'n regelaar vervangt. Ik heb dat al ingebouwd laten zien, maar nu kun je dat gewoon beter zien. Waarom zou je dat willen doen? Ja, zo'n regelaar kan kapot gaan. De koolborstels van de regelaar kunnen verslijten. En die sleepring, zeg maar op de as, die kan ook verslijten. Dus er zijn een aantal dingen die kunnen verslijten. En dat kun je misschien repareren. Zo'n regelaar vervangen is heel snel gedaan. Maar onze ervaring is, als die dynamo nou, die is uit 1994. Als zoiets stuk gaat, vervang gewoon gelijk de dynamo. Want waarschijnlijk is er nog iets mis. Maar als die ja, nog niet zo heel oud is, misschien is het dan zinvol om de regelaar te vervangen. Ons werd verteld, als de koolborstels op zijn, duurt het niet lang dat de sleepring ook op is. Dus die vervangen heeft misschien niet zo heel veel nut. Dit is de plastic kap, die moet eraf. 3 schroeven, 8 mm. En ja, natuurlijk die D-plus en batterij-plus moeten ook af. Dat is nu al gebeurd. De plastic kap is eraf. Nu zien we de regelaar. Die is met 3 schroeven vast. 2 keer 8 mm en 1 hele kleine 7 mm schroef. Alle 3 eruit en dan kunnen we de regelaar eruit pakken. Zo ziet die regelaar eruit, met zo'n kapje over de koolborstels eigenlijk. En om die terug te plaatsen kunnen we gewoon met vingers die koolborstels erin drukken en dan voorzichtig erop de vingers zo erin drukken dat die op de sleepring glijdt. En dan zit die erin, kapje eroverheen. En dan die 3 schroeven vastdraaien. En dan is de regelaar vervangen. Bij onze Fiat Ducato 2,5 TDI uit 1995 was een Valeo dynamo ingebouwd met 80 ampère.
En ik laat even dat type plaatje zien. Dit was de originele dynamo die in onze Fiat Ducato 230 ingebouwd was. De nieuwe dynamo is van een ander merk. Maar als je de naam LRB297 opzoekt, dan vindt hij een dynamo die past bij de Fiat Ducato 230. 2,5 TDI. Dus dat hebben we gedaan. We hebben weer een 80 ampère dynamo ingebouwd en geen sterkere. Waarom geen sterkere? In principe zou een sterkere misschien beter zijn, omdat we natuurlijk de huishoudaccu ook daarmee opladen. Maar ik was van plan om de dynamo zelf te wisselen. En ik was bang dat de zwaardere dynamo wat groter is. En ik hem dan niet zo goed kan inbouwen vanwege de ruimte die eronder zit. Dus ik dacht, als ik precies dezelfde erin zet, dan weet ik hoe het moet. Als die wat groter is, omdat die wat sterker is, wat krachtiger, misschien kom ik dan niet goed bij de schroeven of zo. Dat was mijn gedachte. Als jullie het later doen of als je de tijd hebt, pak dan een grotere. Dan heb je wat extra vermogen. Wij laden de lithium accu achter met een laadbooster op. Dus die pakt gewoon 25 ampère of misschien ietsjes meer van de startaccu en voedt het naar achter. Dus de dynamo die merkt gewoon 25 ampère zijn extra belast op de dynamo, dus hij werkt wat harder. En de spanning blijft 14,4 volt. Als je dat nou met een scheidingsrelay doet, dan koppel je de huishoudaccu met de startaccu. En als je dan een lithiumaccu hebt, kan dat de spanning van de startaccu beïnvloeden. En dan kan het zijn, want lithium heeft een vrij stabiele spanning. Als je die laat, dan heb je 13,4 volt of zo. En dat kruipt maar langzaam omhoog. Anders dan bij loodaccu's. Dus als je die koppelt, startaccu en huishoudaccu, kan het zijn dat de lithium de spanning voorgeeft. 13,4, 13,6 volt. Ligt aan hoe leeg die accu is. En dat beïnvloedt de dynamo heel erg. Die doet dan zijn best om 14,4 volt te krijgen. En daardoor kan de dynamo overhitten. Dus onze mening is, gebruik een laadbooster. Of reken heel goed uit welke kabels, welke lengte, welke diameter je nodig hebt. Dat de spanning voor bij de straataccu niet zo sterk beïnvloed wordt. Maar je hebt een laadbooster, dus dat maakt minder uit. Ja, dat was het. Zo wissel je dus een dynamo in een Fiat Ducato. Wij hebben het met hulp gedaan. Bedankt voor het kijken. Graag abonneren. Er komen nog meer technische video's, maar ook onze reis gaat door. We zijn nu in Portugal. Je ziet december en een t-shirt. Of net niet december. Morgen is december. Dus graag abonneren. Graag duimpje omhoog. En hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.